met een vaart door de kalender. Niet geleefd voor altijd, pech. Grijp je kansen of ontwijk ze. Geef je liefde of berust. In een leven zonder spanning, tot de dood jouw lippen kust. Leven is maar eenmaal de cel. Leven is het meervoud van lef. Leven is maar eenmaal de cel. Leven is het meervoud van. Neem het woord en vind je liefde. Kies je vrienden en geniet. Doe niet onder voor een ander. Neem wat het leven je al biedt. Niets te zijn kan nooit verhullen. En de leegte doet zo'n zeer. Doe met lef. Je dag te vullen, boeit het leven zo veel meer. Leven is maar eenmaal de besef. Leven is het meervoud van lef. Leven is maar eenmaal de besef. En meerwaar van lef. Ja, niet van lef, van angst. Angst? Ja, angst. 2014 was het jaar van de angst, dames en heren. We zijn nog nooit zo bang geweest als 2014. Er was een terreurdreiging. Of er was, er is. Die loopt nu nog door. Een terreurdreiging. Die zijn wij niet gewend in Nederland. Dat was heel lang geleden, maar nu is het een terreurdreiging. En waarom? Dat een aantal maloten ergens ver weg in Syrië een of ander emiraat willen stichten of nee, zo. Nee, het is een kalifaat. Wat een? Kalifaat. Wat is dat? Iets met een nefteling of zo. Dus er was een terreurdreiging. En wij moesten opletten wat we doen. En wij mochten niet zomaar dingen doen. En wat doen wij? Heel Holland bakt. Nog nooit zo kneuterig geweest als dit jaar. Heerlijk, kijk naar heel Holland bakt. Jan, heb je dat gezien? Waar zit Jan? Hier is Jan. Heb je het gezien? Jan. Ja, ook Jan. Jan, heb je het ook gezien? Nee. Oh. Nee? Helemaal sport, hè, op zondag. Ja, dat kan, ja, hè. Dat wel. En om 8 uur ben je zat, hè. Ja. Piet, gezien? Ook niet? Terwijl ik heb toch wel de leeftijd vooruit, Piet. Ja. Want ze hadden Martine Belder afgestoft en opgegraven en neergezet. Ze deed geweldig. Ja. En Menno had gewonnen. Menno, onze held. Geweldig. Als je hem ziet, dan denk je, het is een terrorist. Maar als je begint te praten, denk je, ah, het is gewoon een lekkere gebaksnicht. Ja, hij had goed gedaan met die baard en die plekhaar. En het was echt geweldig. En ik heb elke week gekeken. Ik vond het geweldig. Ik vond het fantastisch. En dit was wel mijn favoriet. En daar had je ook nog Jacques. Ja, Jacques, ken je die? Dat was die Limburger. Nee? Ja, Jacques was een bril op, dat is een heftruckchauffeur. En die praatte een beetje Limburgs. Die zei, nou, luister, ik ga gewoon winnen. Heel onderbakt, ik ben gewoon de kampioen. Dat is geen probleem. Als ik opkom, gaat het dak eraf. Nou, het dak ging ook af van zijn Hans en Grietje huisje, van zijn Spikkelaas, het stort in. En Jacques kon naar huis. En Jacques werd geïnterviewd en zei, vindt het erg leuk. Ik vind het tussenspelletje, tussen me klaar. En hij dacht dat de microfoon weg was. Een beetje huilen, ja. Toch jammer. Maar goed, we hebben een terreurdreiging, Peet. Ja, ik zou er ook niet zo heel erg... Kijk, ik heb er net al een met een baard zien zitten. Het is toch een verzameling van mensen en daarom een potentieel doelwit. Nou, dat denk ik vanavond niet. Nee? Nee. Half Deurne zit hier binnen. Daarom. Daarom zijn we geen potentieel doelwit. Nee? Daar geloof ik niks van. Nee. Maar we moeten wel opletten wat we doen, dames en heren. Wat er gebeurde, onze jongens mochten dus niet meer in uniform naar de kazerne. Waarom? Nee, en dan vallen ze op. Dan zijn ze een mogelijk doelwit.
Dus die jongens mogen niet in hun camouflagepak naar de kazerne, want dan vielen ze te veel op. Dan zeg ik, dan hadden ze toch een waardeloos camouflagepak. Toch een kutpak dan. Gooi weg, gooi weg. Ja, maar er is wel... Ja, natuurlijk is het dreiging. We zijn met 4 F-16's, 4 straaljagers, zijn wij die kant op gegaan, naar Syrië. Wij gaan actief meedoen met een oorlog. Hè? Ja, dat bedoel ik. Dus ja, dat is niet niks. We hebben 400 man personeel meegenomen. Ik vond het fantastisch. En 4 straaljagers, ik wist niet dat allemaal tegelijk erin past. Joh. Ik dacht, ze hoger uit de 2 zitten. 400 man die kant op. En verkenningsvluchten uitgevoerd. Maar goed, we hebben geen bommen gegooid. Uiteindelijk wel, maar de eerste bommen die gegooid zijn op IS, dat weten jullie... is zijn gegooid door een vrouwelijke F-16-piloot. Toch? Verenigde Emiraten. Dat is die mevrouw. Ja. En die mevrouw heeft de eerste bom gegooid. Dat is ook symbolisch op de IS. En van een vliegdekschip is die gestart. Woep, omhoog. Is boven Syrië, heeft die bommen gedropt op de IS. Ja, 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 ja. Is er teruggekomen. Zo. Dat was het spannendste gedeelte. Dat heeft 1,5 uur geduurd. Hadden ze een tom-tom ingebouwd in die F-16. Als ze maar de weg terug kan vinden... En dat is gelukt, dames en heren. En zij is geland op dat vliegtuigschip. Allemaal goed gegaan. Fantastisch. Allemaal trots. Toen is ze uitgestapt, toen is er een mannelijke collega ingestapt. Die heeft hem achteruit ingeparkeerd. Maar verder... verder, super gegaan. Kei trots. Ja. Maar ja, ja, ik ervaar toch wel een dreiging. Er is geen dreiging. Wat denkt jij van ebola? Dat is ook hartstikke eng. Ja, de eerste ebola-patiënt is inmiddels in Nederland. Ja. Ja. Daar zit hij, dames en heren. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Daar hebben we dan ook geen grap over. Dat is een serieuze zaak. Ja. Iedereen is bang voor ebola. Ja? Maar, ja, maar je bent, wij zijn niet bang voor ebola. Wij zijn bang dat ebola hier komt. Dat wij het krijgen. Daar zijn wij bang voor. Wij zijn bang dat het deze kant op komt. Er zijn 3000 doden gevallen bij ebola. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar als je dat afzet tegen het aantal mensen in Afrika die sterven vanwege de honger, dan is het een druppel op de gloeiende plaat. Er sterven heel veel mensen aan honger daar. En ebola kan deze kant op komen. Honger niet, dat komt deze kant niet op. Nee, hooguit trek. Na afloop hebben we bitterballen, jongens, hè? Nee, maar ze proberen ons dan gerust te stellen, hè, door dit soort koppen in de krant. Ik weet niet of u het gelezen hebt. Hè? Ja, de kans op aanslag kleiner dan dood op bliksem. Maar ik geloof het allemaal niet. Ik vind het allemaal een beetje eng. Het is allemaal... Denkt je niet dat... Nee, dat is gewoon zo. Nee, nee. Dat, hier, de twee is. Even voor jullie. Ja? Zijn jullie met de auto hier? Ja. Met de auto, waar wonen jullie? In Mielo. Dus okay. Jullie gaan met de auto terug naar huis. Ja. Hè? En wie rijdt er dan van jullie? José? Oh, dat weet je nog niet. Wijzen elkaar aan, dames en heren. Dat is... Ja. Na 30 jaar weten we dat nog niet precies van elkaar. Het is een beetje aftasten welke fase daar je zit. Maar stel dat jij terug naar huis rijdt, Jan. Ja, vind je het zo'n moeilijke naam? Nou, niet voor jou hoor. Maar de kans, dames en heren, dat Jan op de terugweg naar Mierlo tegen een boom aanrijdt, die is echt vele malen groter dan dat hier vanavond een terroristische aanslag gepleegd wordt. Serieus? Niet voor jou, Jan. Hè? Ja, als je het zo bekijkt. Ja. Ja. Zo zit het. Hey, en als jij rijdt, Jan, hè, zit José er dan altijd naast? Ja. Ja, als jij rijdt, zit José er... Ja, ja. Je kent die airbag van een duurpassie, die kan je gewoon uitzetten, wist je dat? Hey. Altijd handig, hè? Ja. Nee? Nee. Oh. Ik weet wat het is. Ik vind dus allemaal heel spannend, de ebola en de ISIS en de dreiging en... En alle zekerheden, hè, die vallen eigenlijk weg. Ja, dat is het. Uit onze fijne, warme samenleving. Kijk, weet je wat er bijvoorbeeld ook gebeurd is? Wat er ook gebeurd is, hè? Kijk. Hè? Nog een keer. Lingo's van een televisie. Ja, dat is natuurlijk ook... hè? Dan gaan we weer. Luister, we hebben het over ebola en dan hebben we het over terreurdreiging. En nu heb je het over lingo. Dat is wel een heel, heel geforceerd bruggetje. Nee. Want dat is onderdeel van de Nederlandse zekerheden. Je weet gewoon, s'avonds om 6:00... Dan sleept Lucille zich naar die desk en dan gaan we... Ach, wat flauw. Ach, dat vind ik zo flauw. Wat? Grappen maken over iemands handicap, dat vind ik zo flauw. Daar hou ik helemaal niet van. Nee. Toevallig omdat bij Lucille niet zo lekker loopt, ga jij dan een beetje... Ja, dat vind ik echt... Dat bedoel ik... Een wereldwijf. Nee, ja, dat vind ik ook. Ik ken die nog van vroeger. Daar wil ik helemaal geen grappen over maken. Nee, dat vind ik echt... Wacht even, die ken ik nog van vroeger? Ja, daar heb ik vroeger mee op de brommer gezeten. Nee, even serieus? Ja, wat ik zeg, daar heb ik vroeger nog mee op de brommer gezeten. Heb je een brommer gehad?
Ja. En Lucille Werners zat achter op jou te brommen. Ja. Jij gelooft het niet. Nee, dat geloof ik niet. Dat gelooft hier niemand. Dames en heren, Lucille Werner op min een brommer. Lucille Werner bij mij achterop op min een brommer. Ben ik er echt? Dat ben ik echt, ja. Serieus, dat is lang geleden. Ja, dat is... Een Tomos? Wat? Tomos, ja. Tomos? Ja, dat is 8, 29 jaar geleden. En zijn dat jouw blote benen of heb je een majo aan? Dat zijn mijn blote benen. En dat is Lucille Werner? Ja, die hield mij gewoon goed vast. Ja, nou, ik zie, dat is mooi. En 8, 29 jaar geleden? Ja, zoiets. Was jij nog niet getrouwd in ieder geval? Nee. Ik kwam die gewoon tegen op de camping. Hè? Maar goed, de zee... Ja, wauw, wacht even. En dat is jullie tent daarachter? Nee, wij stonden niet in dezelfde tent. Heb je niet even Lucille... Nee, ik heb niet even Lucille, nee. Ben jullie in de tent zitten, iedereen eromheen. Groene bal. Nee? Nee. Het is en dan s'nachts die rits open gaat. Komt Lucille naar buiten. Gouden bal. Ik vind Lucille wel een kanjer, hoor. Ik vind Lucille ook een kanjer. Lekker wijf. Ja, maar dat probeer ik nou een hele tijd uit te... Kijk. Lekker. Ik vind ze... Wat? Hey, lekker wijf. Ja, lekker. Lekker. L-E-K-K-E-R. Ik... Nou, dat vond ik zo'n leuk grapje, maar ja, dat staat... echt drie keer niks. Nee. Ik denk ook dat dat naar vanavond uitgaat. Maar laat het zitten, ik vind het zo leuk. Mijn betoog is nou juist dat de zekerheden vallen weg. En we hebben mensen als Lucille Werner nodig. Want Lucille Werner is inderdaad een kanjer. Kijk, Lucille Werner die heeft inderdaad een beetje moeite met lopen. Hè? Die is, hoe noem je dat, beperkt. Hè? Met een beperking. Ja. Minder valide, kun je wel moeilijk worden. Maar in ieder geval, maar die is wel zo. Hè? Die heeft zich dus er doorheen geslagen. In het begin moest hij altijd keurig achter de desk blijven staan bij Lingo. Want die mocht niet even naar de kandidaten toe lopen. Want zei de regisseur, dat willen de mensen liever niet zien. Hè? Dat is niet zo fijn. Maar ze heeft uiteindelijk toch gedaan. En ze is uitgegroeid tot de ambassadrice van mensen met een beperking. Het is een tv-persoonlijkheid geworden. Kortom, een vrouw met ballen. En dat moeten hebben tegen de lef. Nou, ik vind het een mooi betoog. Ja, dus. Lucille Werner. Dus. Weet je wie er ook heel veel lef had, Dea? Ja. Huh? Albert Verlinde. Ja. Oh, ik merk dat jullie ook heel enthousiast zijn over Albert Verlinde. Dat is ook jullie vriend, hoor. Ja, jullie kijken er ook naar elke avond. En Albert Verlinde, die heeft natuurlijk een moeilijk jaar gehad. Dan moet je echt zeggen, Albert Verlinde heeft een moeilijk jaar gehad. Maar ik vond van lef getuigen dat hij in zijn eigen programma gewoon vertelde dat hij ging scheiden van Onno Hoes. Vond ik mooi dat hij dat toch wel zei. Heel zakelijk natuurlijk wel, maar hij moest het wel zeggen. De kijkcijfers gingen ook meteen omhoog. Maar we kunnen concluderen, Albert doet het zonder hoesje. Huh? En we kunnen ook concluderen dat hoesje dan niet zijn werk vond. Potverdikke, ben ik klaar met een oudejaarsconferentie, begint hoesje te klooien. Ja, wij dachten dat we hier een burgemeester hadden die af en toe eens een keer een scheve schaats reed, maar je zou het hem hebben. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal, nee, wat er allemaal gebeurde. Hè? Ja. En we zijn er ook van geschrokken, hoor, want we hadden er nog helemaal niks van. Hè? Ik bedoel, nou met een toyboy, allemaal moeilijk en 20 jaar. Ja, ik weet ook niet wat ik ervan moet vinden. Ik vond het eigenlijk, hij is ook wel genaaid. Zonder dat er iets gebeurd is, ja, ik vond het eigenlijk wel te ver gaan. Ja. En hij kan natuurlijk nooit geen burgemeester meer blijven, dat weten jullie ook. Hè? Oh. Hij is gevlucht nou, hij komt terug, hij zal geen burgemeester zijn. Hij heeft wel een nieuwe baan al. Oh? Ja. Wat dan? Filiaalleider van de Bart Smit. Oh? Afdeling Toyboys. Maar ja, het is toch, ja. Ja. Weet je wie er ook lef had in 2014? Nee. Deze mens, kennen jullie die? Willem. Onze majesteit, onze hoogheid, koning Willem-Alexander. Het was natuurlijk het jaar waarin het allemaal een beetje minder ging. Hè? We hadden toch nog een beetje crisis. Maar als je dan, José, in zo'n tijd... Hè, een villa koopt in Griekenland voor 3,5 miljoen of god mag weten hoeveel, hè? In 2014, hè? En je laat er een steiger voor aanleggen van 900.000, ik zal het langzaam zeggen, José, 900.000 euro. Een dekken anders hoe een speedboot van 700.000 euro niet aan kunt meren. En vervolgens, José, moet er een hek om die hut van 450.000 euro, alsof hij die Maxima eruit neemt. Dan naar de lef.
Weet je wie er voor mij synoniem staat met lef? Zeg het eens. Dan vind ik de mensen met de meeste lef, is Dea van ons heen gegaan in 2014, ja. Wubbo Ockels. Oh ja. Ja. Dat vond ik een mens, dat vond ik ook jammer dat hij overleden is. En deze mens heeft echt lef gehad. Die heeft gewoon gereageerd op een advertentietje in de krant en die is astronaut geworden. Die is gewoon in een raket gegaan en omhoog tot de darmkring en gewichtsloos en alles erop en eraan. Ja. En dat is wel lef, maar het meeste lef heeft hij toch wel dat hij godverdorie gewoon zo'n snor vrijwillig laat staan. Waar de hele village people jaloers op zijn, hè? Ja. Ongelooflijk. Maar dit vind ik echt een icoon qua lef. En hij is zondag op televisie geweest, heb je nog gezien? Bij de tv-show. En dat hij dan zijn laatste 12 minuten van zijn leven nog zo'n betoog heeft dat wij zo moeten omgaan met de aarde. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Dat vind ik van lef getuigen. Ja. Ik vind het sowieso mooi als mensen gewoon zeggen waar het om staat. Als mensen het lef tonen om gewoon te zeggen waar het om gaat. Dat mensen gewoon gaan staan en gewoon... Lef is het beste medicijn tegen angst. En dat hebben we gemerkt dit jaar ook. Wij Nederlanders hebben ook gewoon gezegd waar het bestaat. En wat dat betreft zijn wij een beetje hetzelfde. Zoiets heet eigenlijk, en Helmonds kunnen het beste zeggen, een grote smoele ginneskrik. Zo moet het eigenlijk een klein beetje zeggen. Hè? Helmonder heeft dat heel erg. Hè? Een grote smoele ginneskrik. Met Helmonder moet je ook geen ruzie maken. Hè? Je gaat niet vechten, maar verbaal win je het nooit. Huh? Als jij zou deur gaat, dan kijk ik nooit meer aan, jongen. Moet goed zo dat we zou deur gaan, hè? Ik skup ook kei tegen een fontanel aan. Nou, dan moet je het niet letterlijk nemen, dat halen wij nooit. Zou deur gaat, is daar een tandje tuf, hè, maat? Helemaal, dan moet je echt geen ruzie maken. Maar de Nederlanders hebben dit jaar gewoon lef getoond door op het podium te vertellen waar het over gaat. En dat hebben we ook op het internationale podium gedaan dit jaar. En lef was toen echt het medicijn tegen de angst. Mr. President. We are here to discuss a tragedy. The downing of a commercial airliner and the death of 298 innocent people. Men, women, and a staggering number of children lost their lives on their way to their holiday destinations, their homes, loved ones, their jobs, or international obligations. Since Thursday, I've been wondering how horrible their final moments must have been, because they knew the plane was going down. Did they lock hands with their loved ones? Did they hold their children close to their hearts? Did they look each other in the eyes one final time in a wordless goodbye? We'll never know. The demise of almost 200 of my compatriots has left a hole in the heart of the Dutch nation. It's caused grief, anger, and despair. Grief for the lost of loved ones, anger for the outrage of the downing of a civilian airplane, and despair after witnessing the excruciatingly slow process of securing the crash site and recovering the remains of the victims. My country will not rest until all facts are known and justice is served. Lef is het medicijn tegen angst. En Nederlanders, hoe klein we ook zijn op de internationale wereldkaart, zijn er dus goed in om ondanks die omvang op het wereldtoneel in een vreemde taal te vertellen waar het op staat. Daar zijn wij goed in. Members of the press. I thank you for joining this press conference. I am very happy to be the new manager of Manchester United. It was of course a question of time to become it.
I trained the number one of the Netherlands. The number one of Spain. En the number one of Germany. Now I am here to train the number one of Engeland. She will play like I want them to play. That is my philosophy. The youth must also play like I want them to play. Even Truus must play like I want her to play. Then we will become champion again in Engeland. You, members of the press, do not always understand my philosophy. And I ask myself, heel vaak, am I now so smart or are you now so stom? But then, that is not a good question, because I know all the answers. And that's different cook. As we say that in Holland. You don't say that like that? Nou, oké, okay. That's different biscuit. No? Here comes the monkey out of the sleeve. Wat I try to will zeggen is, the 3 points are inside. No? Nou, then I fuck the window. Ik naai eruit. Ik vind dat zo'n Mongool, hè? Die Van Gaal, dat vind ik echt zo'n Mongool, niet normaal. Dat kan je niet zeggen. Wat? Dat kan je niet zeggen. Wat niet? Mongool. Oh? Nee. Hm? Nee, dat kan je niet zeggen, nee. Oh? Dat is iemand met syndroom van Down. Oh. Dat kun je niet Mongool zeggen. Oh? Of Downy, dat kan je wel zeggen, maar je moet wel opletten wat je zegt tegenwoordig. Ja? Ja. Iemand met syndroom van Down. Oh. In Helmond zeggen we een raam lekker. Maar dat mag ook niet. Nee. Je moet gewoon opletten wat je zegt. Het is allemaal veranderd. Kijk, je hebt, de taal is constant in beweging. Een flat is een loft. Praten is chatten. Ja. Rusten is loungen. En chillen is een ander woord voor geen zak doen. Huh? Ja, ik wist het. Is dat dus allemaal niet meer correct of zo? Nee. Nee, vroeger was je overspannen. Ja. En nu heb je een burn-out. Zo. Vroeger was je werkloos. Ja? En nu ben je even in between jobs. Oh, ja. Dat nee, anders, ja, nee, dan. Je mag bij ons ook zeggen, Helmond, dat dekt bij ons betreft ook de lading. Ja. Dat is hier niet leuk, maar in Heerenveen vonden ze dat hilarisch. Maar die woorden, alle woorden zijn anders. Ja, maar er zijn allemaal andere woorden voor in de plaats. Ja, ze hebben andere betekenis gekregen. Huh? En er, zijn ook woorden gewoon afgeschaft. Hè? Negerzoenen, dat is voor het zoenen. Wat? Ja, dat kun je niet meer zeggen. Dat kun je niet meer zeggen. Dus op een pak negerzoenen staat gewoon zoenen. Van Buis. Wat? Ja, dat is de leverancier, daar kan ik niks aan doen. Dat is gewoon zo. Nou, dus José, als jouw man zegt van, heb je zin om te zoenen? Nee, wacht, dan moet je zoenen. Maar als je zegt van, even kijken, wil je nog zoenen? Huh? Ja. Nou, wij vonden het ook een beetje een verwarrend onderwerp. Dus ja, ik heel verwarrend. Negerzoenen. Ik tegenkomen. Negerzoenen is een beetje... Ja, moeilijk dingetje. Moeilijk. Ja. Het is toch een beetje een lastige kwestie. Dus je moet opletten wat je zegt. Ja. Je kunt niet zomaar dingen zeggen. 2014 is het jaar dat op een gegeven moment er een discussie gaande ging of de jodenkoeken uit de handel genomen moesten worden. De jodenkoeken. En wat hebben ze nou gedaan? Hebben ze goed opgelost. Aan de andere kant van het schap liggen Palestina-spritsen. Dus dat heft elkaar een beetje op. Maar dat soort dingen, die zijn constant in beweging. Ik hoef jullie niks uit te leggen over zigeunersaus. Huh? Woonwagenbewonersdressing. Het past maar net op het potje, zou ik maar zeggen. Wij wilden na het eten blanke vlade. Nou, dat kan niet meer. Dat is autochtone toetje. Ja. Dus dat soort dingen moet je in de gaten houden. Vorig jaar zijn we met z'n allen naar de Zwarte Cross geweest. Dat kan niet meer. Nee? Dat moet je niet meer hardop zeggen. Volgend jaar gaan we naar de getinte race.
In de Achterhoek. Ja, dat is echt. Zo ligt het gewoon. Ja, het ligt allemaal heel moeilijk. Het ligt heel gevoelig. Ik heb er last van. Het is dit jaar, dames en heren. 2014 is het jaar geweest waarop er vragen zijn gesteld over Pippi Langkous. Weet je het nog? Het boek van Pippi Langkous, dat staat in het boek en in de film, is zo dat de vader van Pippi Langkous, een beetje een mooie, corpulente, stevige man met een baardje, die is negerkoning. Ja. Is koning van de negers. Dat mag er niet meer in. Terwijl ik denk, ja, het is toch duidelijk, hè? Het is een koning van de negers. Maar dat mag er niet in. Dat is discriminerend. Ja. Dus dat moet omschreven worden. Moet anders omschreven worden. Terwijl we gewoon allemaal weten dat die mensen in Afrika gewoon heel veel behoefte hebben aan duidelijke leiding, transparantie, geen corruptie. En dan kan maar één iemand. Dat is gewoon een blanke. En met name de vader van Pippi, die is daar gewoon heel goed in. Een negerkoning, maar dat mag niet. Nee. Dat ligt allemaal gevoelig. Dat is ook de reden waarom Zwarte Piet Sinterklaas heeft. Nee, Sinterklaas heeft Zwarte Piet, toch? Ja, ja, maar Zwarte Piet heeft Sinterklaas als leidinggevende. Oh, dat is allemaal een beetje soepel. Ja, dat is geen toeval, jongen. Oh, ja. Maar die dingen liggen gevoelig. Zeker dit jaar ligt heel gevoelig. Je mag de dingen niet zomaar zijn. Nou ja, Zwarte Piet is dit jaar ook niet echt zwart. Nee, nee, het was wel moeilijk jaar met Zwarte Piet, Blauwe Piet, Regenboog Piet, Canarie Piet. Ja. Huh? Ligt allemaal heel gevoelig. Canarie Piet, ja. Je moet echt opletten wat je zegt. Anders is het discriminerend. Maar andere dingen mochten wel, die niet discriminerend zijn. Bijvoorbeeld stroopwafel, Piet. Ja, weet je wel, dat zijn die dingen. Dat is niet discriminerend. Dat soort dingen. Maar je moet opletten wat je zegt. Ja. Huh? En dan had je nog de kwestie van... hebben we nog meer voor? Nou, ja. dit zijn gewoon voetballers. Ja. Daar gaan wij geen grap over maken. Nee. Want dat kan ook helemaal niet. Nee. En dan zeggen ze, ja, er zijn toevallig allemaal gekleurde spelers... Nou, dat is helemaal niet waar. Dit zijn de gekleurde spelers van het Nederlands elftal. En hier staat Wesley Sneijder. Zie je het? Ja, ik kon... Heb het scherm nog omlaag gehangen, maar... Nee, het ligt allemaal heel gevoelig. Je kunt die dingen niet zomaar banaan noemen meer. Nee. En alles in het verlengde moet dan ook veranderen. Dus wij dachten, wij wijzen jullie een dienst en wij herschrijven meteen ook even de Sinterklaasliedjes. Al die politiek incorrecte termen, die zijn eruit. Hè? Dus we gaan gewoon even de politiek correcte versies van de Sinterklaasliedjes doen. Het is net klaar, hè? Dus ik kan er vast een beetje aan wennen voor volgend jaar. Hè? Nou, dan gaan we. O jee. Och, maar toch. Het is een lange avond. Komt goed, hoor. Doen ermee. Goed. Komt ie, hè? Sinterklaasje, kom maar binnen met je persoonlijke assistent, want we zitten... Ja, het zingt voor geen meter, hè? Het zingt niet. Nee. Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien zijn wimpels al heen en alweer. Je zit echt te luisteren, hè? Je denkt, wat komt iets, hè? Nee, dit couplet is goed. Ja, dit couplet is goed. Dus hier hoeft niks aan te veranderen. Maar tweede couplet, hè? Zijn logistiek interim manager staat heel vriendelijk in het geheel niet aanstotend te lachen en roept ons reeds toe. Wie chill is, krijgt een snoepzak. Wie stout is, een goed constructief gesprek om het zelfvertrouwen te herstellen. Ja, zeker. En deze klassieker, dames en heren. Onze op gelijkwaardig niveau als Sinterklaas opererende managementassistent ging uit fietsen. Die echt zelf had gekocht, echt waar. Toen klapte zijn band. Toen moest hij gaan lopen. Dat is helemaal niet erg, want dan zijn ze daar gewend in die landen. Met de fiets aan zijn hand. Toen kwam hij bij een dorpje en zei tegen de Halfords medewerker: ik denk dat er in mijn achterband een pepernootje zit. De Halfords medewerker zei, ja, wij zijn failliet.
maan schijnt door de bomen. Jongen, stop nu maar met gamen. Heerlijk avondje is gekomen. Onze Klaas is nog niet echt verschenen. Vol verwachting, wie oh wie, krijgt de iPhone 6 of MP3. Vol verwachting, wie oh wie, krijgt de iPhone 6 en wie niet. Nou. Hey, maar... Ja? Heb je een leuk Sinterklaas gehad? Ja, dat doen wij niet meer, hè. Daar zijn die van ons te oud voor. Hè? Serieus? Ja. Wie de kinderen? Ja, maar dacht je dan of vrouw? Ik weet het niet. Ja. 28 jaar getrouwd, hè? Mm-hmm. Nee, we doen met kerst een beetje een pakje onder de boom of zo, maar de rest... Kinder te oud. Pubers. Ja, pubers. Ja. Pubers. Niks leuker dan pubers, hè? Hebben jullie ook pubers? Wij zitten in de puberfase. Oh, we krijgen er veel voor terug, hè? Oh, die pubers. Je krijgt er zoveel voor terug. Van een Citroën CX van 30 jaar oud, daar krijg je er veel voor terug. Oh, pubers, ja. Ja, ik heb er ook één. Ze kwam laatst bij mij en zegt, pap... Wij willen vrijdagavond hier komen chillen. Huh? Ik zei, ja, dat is goed. Huh? Zeg maar, ja. 2, 3 vriendinnetjes of zo. Ja, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 14. Ik zei, ja, wel rustig aan. Hè? Ja, dat is goed. En voor je het weet, vrijdagavond Project X. Dan zit het hele huis vol met pubers. Gaan ze indrinken. Ja, ze indrinken. Dus de hele trottoir vol met fietsen. En scooters. Huh? Want een beetje puber, die komt niet op de fiets, die komt op de scooter. Nou, niet zomaar een scooter, een Vespa. He? Want een andere scooter hoeft niet. Het moet wel een Vespa zijn, of niet. En dan niet zomaar een Vespa, maar gewoon een zwarte Vespa. Het moeten allemaal dezelfde Vespa's zijn. Kijk, dit is bij ons voor. Dat is niet getrukt, hè? Dat is niet getrukt. Er zitten 1, 2, 3, 4 Vespa's. Dezelfde, hè? Maar het moet wel hetzelfde zijn. Het is model Willem Holleder. En dan gaan ze los, hè? Dus dan gaat jouw biervoorraad er doorheen. Alle koude biertjes weg. En dan pakken ze chips, hè? Lees, want die van Lidl die lussen ze niet. En dan zijn er altijd twee van die meisjes die geen bier lussen. Hè? Anne-Claire of Merel of zo, hoe die dan eten. En die jassen dan even je whiskyvoorraad er doorheen, want die houden van mixdrankjes. Heb jij een Johnny Walker uit 1972 staan, dan zegt je ook puper van pap, nu is flauw. Ja. Terwijl dat heel slecht is, hè? Want wij zijn het er wel mee eens dat het drinken voor jongeren van sterkere dingen, dat gewoon, dat mag vanaf 18, hè? Dat is toch gewoon goed? Ja, dat is heel goed. Wij vinden dat heel goed, want onder, ja. Dat is bewezen, onder de 18, dan is dat gewoon slecht voor je hersenen. Ja. Dat is gewoon zo. Want hoe oud was jij toen je begon te drinken? Ik? Ja. Piet, hoe oud was jij? 24? Ja. Ik geloof er niks van. Ja. Ik denk 14, dat denk ik echt. Ik denk, als jij gewoon maar 18 was begonnen met drinken, dan was jouw andere herhelft ook gewoon nog helemaal vol geweest, zou ik maar zeggen. Ja, dat is niet van jou, maar ja, goed. Maar jij bent ook, dus dat drinken, daar vind jij niks? Nee, vind ik niks. Vind en niks. Roken? Ja, vind ik ook niks. Nee, maar hoe oud was jij toen je begon te roken? Oh, vroeger? Ja. Ik denk 5e klas, lager school of zo. Ja? Ik kon gewoon mijn links een checkie draaien. Echt waar? Ja. Deed dat zo? Met links, ja, zo. Okay. Hand. Ja, ja. Nou, ja. Mooi. En dan jullie vader Caballero? Ja, Lexington zonder filter. Oh, ja, ja, ja. Ja. En roken jouw pubers? Nee, onze kinderen die doen dat niet. Nee. Oh. Die hebben wel eens af en toe een pak sigaretten, maar dan houden ze dan bij voor iemand anders. Oh, dat is wel sympathiek. Ja. He? Dat is lief. Maar zelf? Nee. Hey, en dan zitten ze dus, hè, op jouw bankstel en dan is de hele drankvoorraad en de chips is op. En als je geluk hebt, gaan ze nu of 12:30, 1:00 gaan ze dan naar de steenweg. En dan ben je blij, hè? En dan denk ik, en dan zie je, zo kijk jij zo om en dan zie je één grote dampende puinhoop die je dan in je huis. En dan zegt jouw puper, jouw dochter roept dan, oh pap, dan ruim ik morgen vroeg wel op. Ik zeg, wat zeg jij? Ja, dan ruim ik morgen vroeg wel op, doei. En die gaat achter op zijn Vespa weg. En dan denk ik, ja, morgen vroeg. En puper, dat zijn twee verschillende werelden. Dat matcht niet met elkaar, zou ik maar zeggen. Hè? Als ze geen school hebben, ze hoeven niet te werken, dan begint hun ochtend om 12:30 's middags. Toch?
Maar het moet niet apart zijn. Hè? Het moet wel allemaal hetzelfde zijn. Net als die scooters. Want laatst kwam ze thuis, heb je dat niet verteld. Toen kwam ze thuis en zei, pap, ik heb een nieuwe jas gekocht. Oh ja? Ja, dat was zo'n jas, weet je wel. Die hebben al die pubers allemaal van die bobbeltjes, weet je wel. Zo'n jas, van die bobbeltjesjas. Als ik een t-shirtje aan heb, heb ik zo'n jas niet nodig. Dus ik ben bij mij ook zo'n jas. En dat was een heel aparte kleur. Ik zei, ah, dat is een keileuk jas. Het is top, echt heel apart. Ze zei, apart? Ik zeg, ja, apart kleur, leuk. Nee, maar dat is niet de bedoeling dat hij apart is. Dus hij heeft ze teruggebracht, dus dezelfde kleur gepakt als al die vriendinnen. Het moet niet apart zijn. Dus wat doe je s'nachts? We hadden nu die damp in de puinhoop, die ruim jij op. En dat doe je even allemaal goed. Nou, dan ga je naar bed. En dan kijk je nog even een rerun van Umberto Tan, Late Night. En op een gegeven moment val je in slaap. En dan schrik je om 4 uur s'nachts wakker. Dan denk je, ja, mijn puber is nog niet thuis. En dat is shit. Maar dat was vroeger shit, maar tegenwoordig is dat niet meer erg. Want ze hebben allemaal een mobieltje. Kent ze altijd bellen. Ja. Dat denk je dan, hè? Ja. In principe is het een mobieltje om iemand te bereiken. Hè? En dan een iPhone 5, een iPhone 5S of een iPhone 6 Plus. Dat is zo'n ding, hè? Daar kun je zo mee bellen, hè, in de kroeg. Weet je waar je een telefoon van een puber aan kunt herkennen? Krakelee. Die hebben allemaal zo'n gebarsten scherm. Er is geen ene puber waarbij dat scherm nog heel is. Ken je dat of niet? Allemaal één grote... Ja. Het scherm is altijd kapot bij een puber. Maar ja, daar hebben wij de iPhone-dokter voor, hè? Oftewel de Teleturk. Ja. Ken je die? De Teleturk, maar daarbij de straat. En die repareert je schermpje, hè? Dan zeg je, ja, het schermpje is kapot. Dan zeg je, €120, maar €480. En dan denk ik, ja, toffe vent. Dat is top, €40 korting. Dan zeg ik, hoe lang duurt dat? Een half uurtje, dikke tiertje. Nou ja, goed, en dan ga je ze dus s'nachts bellen. Maar ja, neem je natuurlijk niet op. Een puber neemt in principe nooit op. Maar die is ook niet bereikbaar. Die is gewoon niet bereikbaar. En dan ga je appen en alles erop en eraan. En om 4:30, dan krijg je ze eindelijk te pakken aan de telefoon. En dan is het, ja, hij stond op trillen. Of een batterij is leeg. Of ik had hem uitgeleend aan Merel. Of een of andere wazige smoes. En dan zeg ik, ja, hoe is het? Het is gewoon verdorie 4:30. Kom eens naar huis. Waarom duurt dat zo lang? Ja, dat is moeilijk, want ik ben het bonnetje kwijt van de garderobe. En dan moet ik wachten tot de laatste jas, anders kan ik niet, hè? Ja. En toen was ik buiten en toen had ik geen fietsensleutel en die was ik kwijt. En toen had ik mijn fietssleutel gevonden en toen was ik mijn fiets kwijt. En toen ik mijn fiets gevonden had, was hij kapot. En toen ik goed keek, was hij weggejat. Nou, zo'n verhaal. Is dat herkenbaar tot zover? Of heb ik dat alleen? Nou, dat is heel herkenbaar, fijn. Fijn, hou daar even vast, hè. En de volgende dag, want dan hebben ze dus... Ja, wacht even, want dan ga ik ze halen, hè. Ik ga ze wel halen. Dat doe ik, weet je, ik weet niet... Ik stap dan uit mijn bed, in mijn onesie. Waar? Echt waar? Van de Primark. En dan ga ik ze halen, in de auto, en dan ga ik ze halen. Serieus? Ja, en dan staat die fiets daar. Doe je dat niet? Nee. Nou, ik doe dat wel. Want de volgende dag... Dan hebben ze dus geen fiets. En dan zei je, ja pap, mag ik jouw fiets dan niet één keer lenen? Vind ik altijd een moeilijk momentje. Maar ja goed, je kent ze toch niet naar school laten lopen. Nee, dat kunnen we niet doen. Dus dan geeft hij die fiets, hè, die geeft hij dan één keer mee. Ik weet niet of, zijn er mensen die dat wel eens doen? De volgende dag kreeg hij die fiets terug. Onherkenbaar. Alles waar ooit vast zat, zit los, als het er al niet af is. He? Hij piept, hij kraakt, het slag in het wiel. Het is echt onherkenbaar. Had ik er 20 jaar zonder problemen mee gefietst. In een dag had hem uitgeleend. Helemaal had ik alle miezen. Ja. 2, 3, 4. Of je never nooit, is je leven dan voorgoed verklooid? Elke dag, dat is een nieuwe kans, komt je leven toch nog in balans? Wie weet wat je nu toch kiezen moet, leven is toch altijd bitterzoet. Neem het goede en geniet ervan, lekker toch?
zolang het kan. Het leven is een tombola, een grote loterij. Je maakt voortdurend keuzes, maar waarvoor? Heb je prijs, geluk of pech, waarschijnlijk allebei. En de wereld draait maar door. Leven is een tombola, een grote loterij. En de wereld, ja, yeah, de wereld, dat ben jij. Wow. Heel doordacht, maak je keuze of sta in de wacht. Wie niet kiest, maakt ook het leven mee. Dus luister nooit naar het cabaretier. Goede raad is ongevraagd advies. Doe maar wat, of leef het heel precies. Lef is handig, maar gebeurt er wat. Stop met zoeken, leven is de schat. Leven is een tombola. Loterij. Je maakt voortdurend keuzes, maar waarvoor? Heb je prijs, geluk of pech, waarschijnlijk allebei. En de wereld, ja, de wereld draait maar door. Leven is een tombola, een grote loterij. En de wereld, de wereld. Dat ben jij. Waar? Leven is een tombola, een grote loterij. En de wereld, dat ben jij. Ik pak er een flesje bij. Ja? Ja, ik pak er een flesje bij, dames en heren. Want ik wil proosten. Proosten, want over 3 weken is het zover. Ja. Over 3 weken gaan wij met z'n allen proosten. En dan proosten wij op allerlei mooie dingen in het leven. En vooral gezondheid en geluk en liefde. En dat willen wij ook doen. Wij willen ook proosten met jullie, nu alvast. Wij vonden het geweldig dat jullie er waren. En wij proosten dat jullie een mooi jaar hebben, net als wij, 2015. Dat het maar een mooier jaar mag worden dan 2014. En wij proosten vooral dat jullie ook lef hebben. Ja. Samen met ons, lef. Lef om gewoon een beslissing te nemen. Ja. Lef, ja, om hier te zeggen, trots te zijn dat je 40 jaar getrouwd bent. Ja. Het getuigt ook van lef dat je durft te bekennen dat je all-inclusive naar Turkije bent geweest vanwege uw 30-jarig huwelijk. Wij waarderen dat zeer. Lef is ook om te zeggen gewoon dat hoogtepunt van 2014 Helmond Sport was. Daar heb je lef voor nodig en dat waarderen wij. Ja. Want lef is nodig om te kiezen. Ja. En voor lef heb je nodig om een eigen pad te gaan. Precies. Gewoon lef hebben om het te doen. Onvoorwaardelijk. En vol passie. Proost. Dankjewel. You can't stay here forever when everyone else is gone. Being all alone won't seem that clever. Take a parachute and go. There's gonna have to be some danger. Take a parachute and jump. You're gonna have to take flight. If the wind won't catch you, I will.